Je zal er van de ladder vallen. Maar het is een vrouw. Dus een soort. Oh, het is een vrouw. Oh, oh no! Hoezo haper ik? Misschien haper jij wel. Je hapert heel erg. Hoezo haper ik? Misschien haper jij wel. Ik weet niet of het aan jou of aan mij ligt, maar ik hoor steeds de helft van het woord en dan niet meer. Nee, dat ligt aan jou. Oké. Wacht, of hoorde je dat, hoor je dit wel weer goed? Yo! Dus ze gaat je video kijken en in de reacties. Oh, dat is wel fijn. Yo, hallo, welkom bij... Ja, sorry, ik had oprecht niet door dat wel. Het is dus coronatijd, dat weten jullie beter dan ik, denk ik. Tenminste, ik weet niet of je dat nog beter kan weten. Dan om 12 uur. Of ja, eigenlijk dan vrijdag op zaterdag. Alleen, omdat in één keer... Leon, praat eens een heel klein beetje zacht. Wacht even, ik heb helemaal niks op mijn baan. Ik heb vandaag mijn hele hand kapot gemaakt met fietsen. En we zitten op 1,5 meter afstand. Dat lijkt niet zo, dat is wel zo. Omdat we natuurlijk niet besmet willen raken. Maar we gaan nu... Er rijdt hier echt één fucking auto langs en... Ja, we zitten een soort hier voor een best wel aparte wijk of zo. Oh. Ja, normaal gesproken als ik project heb is het altijd zeg maar 12 uur 's nachts en dan van vrijdag op zaterdag. Alleen dat in één keer deze week komen er ook allemaal projecten. Waar dus niet heel veel auto's langs rijden, dus nou, we dachten... Er rijdt niks. En er komt er echt precies nu een auto bij. Ja, het is best wel apart. Ik ben hier met Leon, die kennen jullie ondertussen van... Mannen lees de vrouw, van de podcast en van misschien een bompakket bij in de toekomst. Dus, maar en een blooper mannen lees de vrouw. Ja, twee mannen lees de vrouw inderdaad. Ja. Oké, nou joejoe, kusjes. En verder zouden we elkaar vragen gaan stellen. Jij had de vragen. Ik had allemaal vragen voorbereid. Ik pak ze er even bij. Ja. Ja, ik heb hem. Oké. Het zijn er 115. Oké, ik ben er klaar voor. Oké. Dus eerst stel jij hem aan mij en dan stel ik dezelfde vraag aan jou. Hallo kijkers van Harm en Frodo. Hey, hallo, zeg jij dan meestal. Hey, hallo. We zitten mooi op 1,5 meter afstand en welkom bij onze Q&A. We gaan nu... iemand bellen of zo, toch? Ja. Ja. Serieus? Ja. Dus ik steek al die effort erin om vragen te bedenken en als die gast zegt, vuur jij gewoon dezelfde vraag weer op mij af? Ja. Dus ik bedenk vragen dat ik denk van, oh, daar ben ik bij jou nieuwsgierig aan. Dan moet ik ze vervolgens ook zelf gaan beantwoorden. Nee hoor, ik stel soms ook wel een vraag die jij niet hebt gesteld. Oké, fair enough. Het is Rob, die K, en hij was dus de mol het jaar. En je ziet dus hem heel mooi met een gietertje. Dus ik zei, mijn douche is kapot. Bedankt voor de inspiratie. Hij is wel heel leuk. Dank je. Wat is het eerste wat je zou invoeren als je baas van de wereld zou zijn? Ik zou het woord corona verbieden, maar dat is niet iets invoeren. Dus ik zou invoeren dat je op dit soort stadswegje niet harder dan 14 mag rijden. We zitten hier nu voor de je moeder. Brink. Ja, ik vind het best wel irritant als hier langs te rijden, snap je? Ja. Als je een eiland zou hebben, wat is het eerste wat je zou bouwen? Dan even een huis? Ja, maar uitgaand van het feit dat je zeg maar echt alleen de materialen hebt van dat eiland. Dus niet, weet ik veel, dat je toevallig een kist aan komt drijven of wat dan ook. Oh ja, ja, ja. Dus zou je echt gewoon op een eiland worden gedropt met niks? Ja, kleding, maar wat zou je dan het eerst bouwen? Ik zou denk ik gewoon een huis bouwen wat ik telkens per dag groter ga maken en zo. Zodat je uiteindelijk na 30 jaar of zo gewoon een huis hebt waar letterlijk de hele eiland betrekt. Dus dat lijkt me echt vet cool. Jij? Ik zou zeggen, het hangt ervan af wanneer. Als het echt vroeg in de ochtend is, zou ik gewoon meteen met een huis beginnen inderdaad. Maar anders zou ik wel eerst eerder een kampvuur doen als het richting avond gaat. Ik dacht oprecht dat dit heel leuk zou worden. Nee.
Oh ja, ja, dan ja, zou ja. ik zeg maar een nachtje zou ik nog wel prima vinden om dan bij een kampvuur te slapen. Mm-hmm. Maar ja, een kampvuur is niet echt iets bouwen of zo. Nee, oké, okay, maar ja, oké. Okay. Echt bouwen dan toch ook wel een huis. Mm-hmm. Of onderdak in ieder geval. Wat? Oh, maar je zit best wel ver hoor. Dit is nog steeds 1,5 meter, maar ik heb... ja, hoi. Als je naar een onbewoond eiland zou gaan voor de rest van je leven en je mocht maar 1 item meenemen, wat zou dat dan zijn? Mijn vlogcamera en oplader. Het is een onbewoond eiland. Waar wil je opladen? Ik stop contact. Dit is zo slecht. Ik had echt verwacht dat iedereen bij deze vraag hetzelfde zou antwoorden. Kom jij met je camera? Wat wil je dan eten? Een zaklamp? Een zakmes. Je kunt met een zakmes of een bel of wat dan ook kun je alles. Letterlijk, als je eten van een boom wil hebben, dan moet je, weet ik veel, dat ding neerhalen. Als je iets wil bouwen of een kampvuur wil, moet je ook een boom neer kunnen halen. Ja, en dat wil jij doen met een zakmes? Nee, oké, dat dan misschien niet, maar dan gewoon een bel of zo. Ja, dan sta je daar zo bij die boom, ding dong, ding dong. Met zo'n bel heb je ook niks aan hoor. Nee, gewoon een hakbel. Je snapt hem wel. Een hakbel? Gewoon. Tjik. Ja, ik ga wel door naar de volgende. Volgende vraag. Armin, ik heb hier toch eens echt een superleuke vraag. Oké, okay, stel de vraag. Zit er al leeftijdsbeperking op deze video? Ik kan niet opstappen met 1 hand. Wat is jouw geheime superkracht? Ik ben soms best wel random heel grappig. Ik kan mensen opvrolijken. Waar lach je op? Ik snap de grap niet. Ja, ik dacht misschien komt er een antwoord als ik knuffel weer. Oh, ik snap hem nu pas. Dit is heel erg. Okay, dit ja, gaan ja. jullie nooit weten. Dit wordt eruit geknipt of gedoekt. Wat ik super leuk vind om een keer gekregen te hebben, is een cadeau van een goede vriend van me. Die had op een soort houten plank had die een hele verjaardagswens opgeschreven met zo van, hey, gefeliciteerd met je 17e verjaardag. Ik vond dat echt officieel heel tof gedaan met zo'n foto erbij en zo. Was echt tof. Stel de vraag. Waarvan denk je dat bejaarde mensen het meest spijt hebben als ze terugblikken op hun leven? Kunstgebit? Hoezo hebben ze er spijt van? Weet je niet hoeveel pijn dat doet? Om dat ding in te zetten? Ja. Waarom film je alleen mij? Jij bent toch juist interessant? Nee, maar ik film mij met een tweede camera. Nice. Of een bompakket, dat zou ik ook wel leuk vinden. Wat is het beste feestje dat je ooit hebt bijgewoond? Oké, volgende vraag. Wat zou het eerst zijn als je zou doen als je uit de gevangenis zou komen? Als ik uit de gevangenis zou komen, wat het eerste zou doen? Ik denk dat ik mijn familie weer zou opzoeken als die me nog willen zien. Gezellig. Je gaat over 1 week dood. Wat wil je nog doen? Een appelboom planten. In het volgende shot zie je Harmon die een dansje doet. Ja, ik kan nu wel de Endgame Stad District erin, maar dan kreeg ik alleen maar comments zonder van je kan niet dansen, dus ja. Okay. Waar zou jij wonen als je overal op de wereld zou kunnen wonen? Ik denk in een villa in Bali. Kan je maar niet gewoon op de grond editen in 1 keer? Ja, maar ik ben echt niet zo goed in edit. Maar je kan toch gewoon ergens tegenaan rijden en dan gewoon doen, gewoon heel voorzichtig of zo. Ja. Oké, let's go. Wacht even, ik ga je nog even met de andere camera filmen. Ik weet niet of je die gast ooit hebt gezien die zulke reclames doet met... Wow, ik ben nu op mijn 19e klaar met school en ik woon nu in een villa in Bali. Maar die dingen zijn super goedkoop en heel groot. Dus villa in Bali zou ik doen. Wat is jouw slechtste gewoonte? Je ergste vakantieervaring ooit? Ik ben een keer keihard tegen een stang aangelopen bij een zwembad, waardoor ik een gat in mijn hoofd kreeg. Ik heb ooit een raam uit, er is ooit een raam uit een van mijn vakantiehuisjes gevallen. Ik heb een keer een gordijn op mijn kop gekregen. Ik heb een keer een voetbal van een berg afgeschoten. Een keer aangevallen door een hond.
gevecht gehad met een berggeit. Dat is het wel ongeveer. We gaan door. Zullen we een TikTok maken? Ja, je ziet wel dat ik aan acteren doe. Ik bedoel, dit is een van de paarse stunts. Kijk, is net als hier een takje, die gooi ik gewoon zo weg. Waar is dat kapotte paspoort? Als je een dag zou kunnen doen wat je zelf wilt, wat zou je dan doen? Ik zou met heel veel toffe mensen gewoon de hele dag alleen maar video's opnemen. Wat is het meest beschamende wat je ooit hebt gedaan toen je dronken was? Toen ik dronken was? Geen idee. Ja, dat weet je dus niet meer. Nee, maar hoe moet ik nog weten wat ik deed toen ik dronken was? Wacht, wordt dit het thumbnail? Leon is superster. Zou kunnen. Oké, dit wordt niet de tum. Oh. Wat is het leukste waar je ooit 50 euro aan hebt uitgegeven? Ook gewoon 50 euro, precies. Ja. Aan 20.000 van die opsteldingen die je boven op een statief moet schroeven om te zorgen dat je camera erop kan. Een woordgrapje. Ja, maar kwam voor dat moedervlek. Ik vroeg hem een woordgrap. Oké. Wat zei die Japanse man tegen mij? Weet ik niet, ik spreek geen Japans. Ja, je hebt altijd van die dingen waar het dan gewoon niet bij zit. Ja, maar deze gaat altijd stuk, dit ding wat ik hierop heb. Dus dan denk ik van, joh, ga ik gewoon één keer een goede kopen? Nee, ik koop gewoon echt 1000 van die skeren shit. Ja, ik ben nu ook gewoon, wil ik uit China gewoon 80 van die dingen importeren, zodat ik gewoon voor 60 euro kost dat of zo, dat ik gewoon voor de rest van mijn leven heb. Ik sta voor paal. Gewoon eigenlijk hier, maar wacht even hoor. Gas is altijd groener bij de buren. Ik heb nu echt een goede prank. Ik heb Leon's telefoon afgepakt en hij weet dat niet. Dus nu ga ik dat filmen. Yo. U had pizza besteld. Ja, zeker. Moeten we anders niet even bellen? Hier, dit is mijn telefoon. Oh. Hallo, met Harm Messelink. Hallo. Dan moet je pak even je telefoon erbij. Jij hebt mijn telefoon gepakt. Ik heb je telefoon niet. Hij lag hier. Hij lag letterlijk waar ik mijn voeten heb. Dus. Dit was echt de sixth prank ooit. Jongens, film je nog? Ja. Ik heb echt het sixth feitje ooit. Ja? Ja. Wisten jullie dat 1602 het wachtwoord van Harmen is? Dat is ook gewoon niet eens waar. Wat zou Leon het allereerst meenemen naar een onbewoond eiland? Een bel. Snap je om mijn hoofd mee te kap? Ja, ik snap hem. Wow, ik presenteer ineens een loterij. Oh fuck, iemand wil meedoen. We hebben een beller. Zullen we anders aanbellen bij random mensen en hun zeggen dat ze de loterij gewonnen hebben? Ja. Laten we dat niet doen. Laten we Milan Knol aanbellen. Moet ik hem echt na gaan doen nu? Ja. Oké. Wacht, nee. Maar hij zou zo achter deze boom vandaan komen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Oké, ja, zie je mij nu niet? Nu niet. Wacht, maar ik moet dat ding al wel bij mijn mond hebben. Ja. Nu zie je mij niet? Nu niet. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Bram in de Buurt. Met vandaag de brandende vraag. We moesten dit trouwens doen omdat iedereen zegt dat Leon op Bram Krikke lijkt, toch? Ja, mensen, wordt origineel. Iedereen zegt dat. Je lijkt op Poetin. Wat staat er op een Russische USB-stick? Vier Russen? Nee, Poetin. Vandaag gaan we echt iets super dik doen. Oh shit, ik zit hier bij de hoofd. Dat moet je er maar uitlaten. Het moet wel echt zijn natuurlijk. Tuurlijk is het echt. Het is hartstikke echt.
Ace. If 10 million fireflies lead up the world and I... need your eyes, because you can't see my eyes. Because I'm wearing sunglasses. No? I'm wearing the sunglasses. Whoa. Gast, gast, gast. Ja, oké, okay, ja, ik denk, misschien omdat ik hem net echt ongeveer in mijn mond had. Misschien dat het daaraan ligt. Ja, misschien. Ik weet niet.